Ja, Ambar. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We hebben een cadeau wat je zeker mooi gaat vinden. maar voordat ik het overhandig namens iedereen, heb ik wel een dingetje. Want als ik hier zo om me heen kijk, dan denk ik... Jeetje, Ambar. Het is 2021. En dit zijn de mensen waarmee jij je omringt. Jouw verjaardag is gewoon veel te wit. Het is zo wit dat ik er niet naar kan kijken. Kijk, dat je witte vrienden hebt, dat is prima. Die heb ik ook. Ja, die heb jij zelf toch ook. Maar dat je alleen maar witte vrienden hebt, daar schrik ik van. Dat vind ik problematisch. Ja. Ik vind het heel moeilijk om hier te zijn. Ik heb met mezelf afgesproken om niet meer mee te doen aan het buitensluiten van groepen. Ik heb met mezelf afgesproken om mijn stem te verheffen tegen wij en zij. Tegen deze apartheid. Hé, hey, Francine, nee, wacht nou even. En Ludo dan? Ludo, die is Joods. Dat telt niet. Nou ja, een kwart. Ja, precies. Hij is gewoon wit. En dat weet je best. En dan kan je wel cassavesnacks in huis halen, Ambar. Maar dat maakt het alleen maar erger. Wel het eten, niet de mensen? Seriously? Hoe fout is dat? Bye.